Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 25 maart 2016. Dit is het bulletin van vrijdag. Aan het eind van de uitzending dit keer morsen, daarna een kort stukje in FSQ6. FSQ6, en dat kan alleen met een centrale frequentie van 1500 hertz. Iets anders kun je niet instellen, dus FSQ6. En dat is een chatmode. Vervolgens is er nog een SSTW plaatje in de modus PD50 en dat is een van mijn eigen katten. Ook in India staat er nu een web-SDR volgens het Nederlandse principe. De ontvanger staat in Chennai. Momenteel betreft het alleen nog 40 meter, maar men is van plan om dit uit te breiden. De ontvanger is mede te bereiken via websdr.org. Sinds vandaag is er weer een nieuwe melding primair gebruik bijgekomen. Het betreft de Giro d'Italia op 5 tot en met 8 mei in Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen en ruime omgeving in de hele 13 centimeter band. Dat kan overigens best nog wel problemen opleveren omdat een paar kilometer aan de andere kant van de Nederlands-Duitse grens in het gebied enkele sterke repeaters staan in die band. Ja, opnieuw niet zo heel veel nieuws. Ik ga de volgende week toch wat uitgebreider zoeken om toch wat meer aanbod te krijgen. Maar we beginnen nu met deel 11 van de serie over de radiohistorie. Nou, radiohistorie, de historie van onze hobby. In de begintijd van de amateurzenders, zo rond de eeuwwisseling van 1900 dus, waren de tijdschriften gek op amateurs. Ze kregen er niet genoeg van en dus verscheen er een grote hoeveelheid artikelen. Ook verschenen er veel boeken over het nieuwe fenomeen zenden. Die boeken en artikelen beschreven vaak praktische details over hoe de apparatuur hiervoor kon worden gemaakt. In januari 1898 was het, verscheen een tijdschrift genaamd The Model Engineer and Amateur Electrician met een artikel van Leslie Miller over details voor experimenten door radioamateurs, inclusief een beschrijving van een basale zender en ontvanger. Het artikel had als titel Some Interesting Experiments for Amateurs. Een paar interessante experimenten voor amateurs. En het begint met de tekst. Toen amateur elektriciëns in de krant lazen dat in het parlement om een bedrag gevraagd werd om experimenten te kunnen uitvoeren met de apparatuur van Marconi voor telegrafie zonder draden. En dat deskundig personeel bij de Britse post de middelen hiervoor voor opvraag beschikbaar had, dachten deze amateurs waarschijnlijk dat soort testen ver buiten hun bereik lagen. Miller beschrijft in het artikel dat dit zeker niet het geval was en dat radioamateurs, of zoals hij ze noemde, radio-elektriciëns, nog steeds mee konden doen en zelfs experimenten konden doen. Miller publiceerde vervolgens meerdere artikelen in de latere edities van het blad, waarbij hij aangaf dat ook hij tot deze eerste radioamateurs behoorde. Miller claimde echter niet de eerste te zijn, maar hij was zeker een van de eerste, of wellicht samen met de eerder genoemde M.J.C. Dennis de eerste. In Amerika begon de interesse met een artikel in juli 1899 in het blad American Technician, getiteld The Apparatus for Wireless Telegraphy, de apparatuur voor draadloze telegrafie, geschreven door professor Jerome J. Green. In het artikel beschreef de professor tot in detail de apparatuur benodigd voor een zender, een ontvanger, door middel van een coherer werkte die, en de antenne. Verder verscheen er een boek Draadloze Telegrafie en Hertziaanse Golven door S. Botone met een uitgebreide uitleg van de benodigdheden en hoe een zender en een ontvanger konden worden gebouwd. Voor de ontvanger werd een glazen buis gebruikt, een paar kurken, ijzer en twee koperen draden. Het was met name dit boek dat de interesse bij het grote publiek voor het fenomeen radio en voor zendamateurisme in die tijd aanwakkerde. Het is heel moeilijk om vast te stellen wie nou echt die eerste radioamateur was. Volgens sommigen was Marconi de eerste radioamateur. Toen hij met zijn experimenten begon, was hij namelijk zeker nog geen ondernemer. Anderen vinden dat professor D.E. Hughes, de eerste amateur was. Die maakte namelijk thuis een vonkzender, zonder dat hij echter wist hoe hij die signalen op een ontvanger op enige afstand weer kon detecteren. Of was het toch een van degenen die hiervoor in het onderwerp al genoemd werden? Wat wel zeker is, is dat veel mensen aan het eind van de 19e eeuw begonnen met experimenteren en dat de interesse hiervoor in de jaren daarna ook alleen maar sterk toenam. Eind jaren 90 van de 19e eeuw waren het dus wel het moment waarop onze hobby dus begon. With over 220 people dead and a path of destruction hundreds of miles long, survivors of the Alabama tornadoes found themselves in whole cities without power, telephones, internet, cell phones, or other ways to communicate. And who is there to help in this devastation? The amateur radio operators. Ham radio people are providing communications between shelters, relief centers, emergency operations centers, search and rescue groups, and a host of relief organizations as they respond to the crisis.
In the days to come, more hams will arrive from around the country to be assigned where they're needed most. These unpaid volunteers are using their radio skills to get critical voice and digital messages through. When other systems go down or are overwhelmed, ham radio people using modern equipment still are reliable like they always have been. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE. Radio Controledienst. Dit is PA0ETE. Volgende week is het weer 1 april. Weet jij al wie je voor de gek gaat houden? Ja, dat ligt voor de hand, Jurgen. Bah, wat flauw. Jurgen is zo'n gemakkelijk doelwit. Dat is toch helemaal geen uitdaging. Nou, Lodewijk dan? Nee, Lodewijk. Die begrijpt misschien niet eens dat het een grap is. En dan begint hij over Tesla of dat nieuwe betaalsysteem of over het verschil tussen een krokodil. En dan gaat er niemand lachen. Nano dan? Nee, Nano is veel te aardig. PA2OLD misschien? Die is te oncontroversieel. Misha? Nee, die is de baas van de repeater. Stel je voor dat hij boos wordt. PE9R misschien? Die heeft het te druk met zijn kinderen. Roeland? Te druk met DMR. Simon PA9TV? Ook geen goed idee. India Hotel India? Nee, want die heeft al HI in zijn callsign. Dit jaar maar overslaan dan? Ja, goed idee.